Hallo en welkom allemaal bij de weblog van Darkshift. Ik wilde bijna zeggen de weblog van Planet Micron. Maar ja, Planet Micron is voorbij. Het project is gedaan en sommigen van jullie zullen er misschien nog wel iets van hebben meegekregen, maar... ik schuif het nou even aan de kant. En misschien dat ik het nog wel een keer oppik. Of dat ik het in een andere techniek ga maken. Misschien wel in Unity, wie weet. Maar nou ja, ik wil eerst mijn oefenproject eens een keertje maken en dat is Darkshift en... daar ga ik jullie het een en ander van laten zien. Ik heb in de vorige video beloofd dat ik beelden zal laten zien en dat ga ik nu natuurlijk ook even doen. Nog wel even, ik heb gisteren een video gemaakt en ik heb vandaag weer een video gemaakt, maar... het was niet mijn planning om elke dag een video te uploaden. Want... ja, dat heeft een aantal redenen. Als ik elke dag een video upload, dan moeten jullie ook elke dag een video kijken, anders dan... ja, dat moet niet, maar als je het niet doet en je wil er toch bijhouden, dan komt er op een gegeven moment een moment dat je video's moet gaan inhalen. En als er elke dag een nieuwe komt en je hebt bijvoorbeeld een week, heb je het druk of je gaat even op vakantie of je gaat een weekendje weg. Ja, dan kun je op een gegeven moment al die video's gaan kijken, daar word je ook niet vrolijk van. Plus als ik elke dag een video moet gaan monteren, dan heb ik geen tijd meer om daadwerkelijk aan het project te werken. Want zo'n video monteren kost ook weer tijd en... ik moet dat exporteren en dan is mijn computer is weer bezig met werken. En dan kan ik hem eigenlijk niet echt gebruiken. Want ja, het exporteren van de video en het werken in 3D, dat is dan weer net iets te zwaar. Dus ja, dat schiet ook niet op. Ik wil het gewoon zo doen dat ik een paar keer per week wel een videootje doe. Een korte misschien. Maar dat ik in de tussentijd gewoon een paar dagen werk. En dat ik dan laat zien wat ik in die paar dagen heb gedaan. En misschien dat ik tussendoor wel een screen, een plaatje of een stukje tekst online zet. Probeer wel elke dag iets op de weblog te zetten, zodat jullie een beetje een idee hebben wat er allemaal gebeurt. Maar ik wil het in ieder geval niet te extreem gaan doen, want dat zwakt alleen maar af. En ja, als er zoveel updates moeten komen, dan daar wordt niemand vrolijk van. Dus, dan weten jullie dat. En nou ja, laat ik eerst even naar 3D Max gaan. En ik zal jullie eens even het model laten zien wat ik heb gekocht. Dit is eigenlijk het model wat ik heb gekocht voor $25 of zo. En nou ja, uiteindelijk zat hier al een skelet in, zodat het kan bewegen. Maar dat skelet was weer niet bedoeld voor games. Dus ik moest dat eruit slopen en ik moest er zelf in bouwen. Nou ja, je moet je voorstellen, zo'n model... stel dat ik dat jongetje wilde maken van klei, dat kan. Dan pak ik een bak met klei en dan ga ik sculpturen tot ik een jongetje heb. Maar dan kan ik het niet laten bewegen. En stel dat ik stop motion wil doen, wat ook wel eens nou, geregeld klei is, dan stop je daar dus ijzerdraad in. En dat ijzerdraad fungeert dan als een soort van skelet wat je klei meeneemt als je de armpjes buigt. En zo werkt dat dus ook met 3D. Dus dat heb ik moeten maken en dat heeft, ja, nou ja, dat ging niet allemaal over leien dakje, maar goed, dat is allemaal goed gekomen, is allemaal gelukt. Ik heb het haar veranderd, dat was ook eigenlijk een en al ellende en ik dacht op een gegeven moment van ja, waar ben ik aan begonnen, maar ja, ik wil dat haar toch gewoon anders hebben dan in het origineel. Want in het origineel vind ik het gewoon ja, te kaal, er zit niks in. En het was sowieso geen kapsel waar ik echt iets mee had, niet dat ik echt iets met kapsels heb of zo, maar... nou ja, op een gegeven moment je wilt toch wel iets waar je zelf enthousiast over bent. En iets wat gewoon voor jou goed voelt. Nou ja, zo is dat bij mij dus ook. En ik wilde gewoon ander haar. Klaar. En dan valt dat niet mee. Maar ja, dan moet je er maar wat harder voor werken. En uiteindelijk is het gelukt. En ik denk dat het nou wel goed komt. Er zitten wat kleine dingetjes in. Maar zodra ik dat allemaal echt ga gebruiken. En ik zet het in Unity, in de game zelf. Dan... kan ik wat technieken toepassen die ik nou niet kan gebruiken. En dan ziet het er al een stuk beter uit. Dus ja, dat is een beetje de update over het haar. En wat ik nu aan het doen ben, is naar kleding aan het kijken. Want ja, met regenkleding, regenjas en een spijkerbroek ga je niet in bed liggen. Tenminste, nou ja, iedereen die dat wel doet, dat moet allemaal lekker zelf weten. Maar ik ga dat niet doen. En ik denk dat de meeste mensen het wel met mij eens zullen zijn dat dat niet echt gebruikelijk is. Dus ik moet iets hebben van nachtkleding. En ik heb al gezocht en ik heb wat gegoogeld en nou ja, ik heb wat textures gevonden van een soort van textiel. Dat heb ik erop geplakt en ik dacht van, dat zal er wel mooi uitzien. En dat zag er echt verschrikkelijk uit. Het zag er helemaal niet uit, dus ja.
Nou, misser. Ik ben op een gegeven moment gewoon echt gaan zoeken naar winkels, naar kledingwebshops. Zoals de Wekamp.nl. En ik heb gewoon gekeken naar kinderkleding, nachtkleding. En op een gegeven moment kom je ergens wel een paar pyjamaatjes tegen. En nou ja, die heb ik gewoon geprobeerd. En op een gegeven moment kwam deze geblokte broek eruit. Nou, ik moet zeggen dat hij er eigenlijk best wel leuk uitziet zo. Ik heb alleen geen shirtje in datzelfde patroon. En het zou natuurlijk wel leuker zijn als je een jasje of een shirtachtig iets hebt wat hetzelfde patroon heeft. Dat het echt een pyjamaatje is. Dus ja, ik moet er nog even naar kijken. Mochten jullie zoiets hebben van, nou, als je gewoon hier of daar kijkt, of ik heb misschien wel een ideetje, of misschien moet je dit proberen. Ik bedoel, ik sta open voor ideeën en ik zoek ondertussen gewoon door naar fatsoenlijke kleding. En die plak ik dan hierin. En ja, wat jullie hier zien is eigenlijk, dat noemen ze een UV-map. En ik ga niet uitleggen waarom dat zo heet. En wat het eigenlijk is een opengevouwen plaatje wat als het ware om je model heen wordt gevouwen. Stel dat ik een doos heb, een vierkante doos, en ik vouw die helemaal uit elkaar, dan krijg je een soort van kruisachtig iets met vlakjes en zo. Nou, zo werkt dit ook. Stel dat je op die uitgevouwen doos allemaal dingetjes gaat tekenen, en je klapt hem weer in elkaar, dan weet je precies waar de tekeningen komen die jij hebt gemaakt op een bepaalde plek op die map. Nou, zo werkt dat hier ook. Dit is gewoon een uitgevouwen huid die over het model heen komt. Dus als ik hier straks een nieuwe broek op plak, of een nieuw shirtje, of nieuwe schoentjes of zo, of pantoffeltjes, dan wordt dat om het model heen gevouwen en dan ziet het er dus precies uit alsof dat model die bepaalde kleding aan heeft. Nou ja, ik ga er even mee zoeken. Ik ga daar de komende dagen mee experimenteren. En zodra ik iets meer weet, dan zet ik het op een weblog. En ja, het zal misschien een plaatje zijn of het zal een korte tekst zijn. Ik ga ook echt geen ellenlange verhalen op de weblog zeggen. Op de weblog zetten, want ja, dat heeft allemaal geen zin. Dat gaan jullie toch niet lezen. Als het echt interessant is, dan maak ik wel een kort filmpje van. Maar echte grote updates doe ik pas in videovorm. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En zodra ik iets meer weet, zodra ik meer dingen heb, dan krijgen jullie te zien. Of te horen, of whatever. Of te lezen. Dus bedankt voor het kijken. En wij zien elkaar de volgende keer weer.